Dat je dan dus ook wel er eigenlijk van bewust bent. Oh, ze staan daar ook allemaal vast dat erg iemand dood in de woning ligt. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe nieuwe vloggy. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik een dag mee met de dierenambulance Amsterdam. En ik heb er zoveel zin in. En ik weet echt niet wat me te wachten staat. Ik heb wel een soort briefing gekregen van jullie. Daarin las ik een aantal dingen wat wel en niet mag. En toen dacht ik, oh jeetje, doet de dierenambulance dat ook bijvoorbeeld? Nou goed, ik kreeg in ieder geval te horen dat bijvoorbeeld politieritten, dat ik dat niet mag filmen. Dat ik echt dacht, wow, is de politie daarmee betrokken? Wat natuurlijk obviously kan, als dieren natuurlijk in beslag worden genomen. Maar ik denk, ja, dat heb je niet zo snel. Maar het is natuurlijk wel de dierenambulance Amsterdam. En daar gebeurt natuurlijk heel veel. Maar ik ben echt heel benieuwd wat het me gaat brengen. Het is een half uurtje rijden. We lekker naar Amsterdam. Ik zeg altijd mijn tweede thuis. Sowieso staat Utrecht altijd voorop. Utje Grema. Maar Damsko, ja. Love it. Dat is echt mijn tweede city. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Ik loop echt een hele dag mee. Dus van 9:30 tot 18:00. Ik ga lekker rijden en dan zie ik jullie als ik er ben. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik aangekomen. Ik ga even naar binnen lopen en me melden. Ik weet alleen niet waar ik naartoe moet. En dan zien jullie mij zo. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik aangekomen. En ik ben helemaal fully. Dierenambulance outfit. Echt super cool. En we gaan nu de wagen klaarmaken. Of althans, Elisa J gaat de wagen klaarmaken. Want loop ik een hele dag met jou mee? Ja. Oh, nou, ik loop dus een hele dag mee met Elisa J. Die is even de wagen aan het klaarmaken. En ze zei dus net tegen mij dat ze dus al een tas altijd meeneemt met portofoon en pinapparaat. En toen zei ik ook van, pinapparaat. Nou, blijkbaar zijn er dus mensen die dan hun overleden dier ook willen laten komen ophalen. En dan moet je daar dus voor betalen. Echt super grappig, want ja, je denkt... Ja, dat is super grappig, want je denkt alleen maar dat dieren... Ja, dat jullie alleen maar worden gebeld voor dieren die in nood zijn of zo. En dus niet voor dat soort dingen. Ja. Grappig. Ja. Ja, dus dat is wel leuk. Ja, nee, dat is best wel uitgebreid inderdaad. En wat neem je nog meer mee? Portofoon? Pinapparaat? Handschoentjes altijd. Oh ja, handschoentjes ook wel goed, Jan. De wagen met alles erin. Ja, alles benoemen, maar het ja. Is een beetje veel. In elk geval, wat we altijd sowieso bij ons hebben, is een chipreader. Oh ja, dat is een goeie. Dat als je een dier vindt, dat je kijkt of die een chip heeft, zodat je kan kijken wat de eigenaar ja. We hebben ook altijd een bakje met spuitjes vol met ORS en wat schoon water. Oké. Op het moment is er heel veel botulisme aan de gang. En dan moeten soms de beestjes doorspoelen. En de ORS is om ze een beetje aan te sterken. Zeker voor baby's. Ja. Is het een goede manier om hun darmsysteem aan de gang te krijgen. En wat voor problemen spelen er nou bijvoorbeeld meer op in de zomer dan in de winter? Uitdroging, denk ik. Wat zei je? Uitdroging? Sowieso. Oververhitting is natuurlijk een hele grote. Maar ook dus botulisme. Dat ontstaat op het moment dat het best wel warm wordt. Botulisme? Ja, dat is een bacterie. Ja. En dat zit dan in het zand, in het water. Ja. En eentjes die gaan er wel lekker in vlutten of watervogels. Mm-hmm. En dan krijgen ze die bacterie niet binnen. Dan krijgt ze verlammingsverschijnselen. Dus ja. Dat zijn die eentjes die dan zeg maar zo met hun kopje zo. Ja. Maar bijvoorbeeld vogelgriep. Mensen denken vaak dat botulisme ook vogelgriep is, maar dat is niet zo. Dan gaan ze met hun kop schudden. Dus botulisme is juist. Ze ligt gewoon een soort van vooruit in het water. Ja. En als je met je kop gaat schudden, dan is het vogelgriep in principe. Grof gezegd. Een soort symptoom van. Ja, dus in ieder geval wel het verschil. Wij mogen nooit echt zeggen of het iets wel of niet is. Daar mogen alleen vermoedens uiten, want ze zijn geen dierenartsen. Nee, oh ja. Dus alleen de dierenarts mag echt zeggen van dit is vogelgriep. Of dit. We doen ook gewoon heel veel aan de emotionele steun voor de eigenaren. Ja.
Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja. Ja, mensen onderschatten dat deel altijd. Ze denken, oh, we komen lekker bij de dierenambulance. We gaan alleen maar bezig met diertjes. Maar... Ja, dat komt echt... Het is zo grappig. Echt, na al die gasten denk ik, er komt zoveel meer bij kijken bij alles dan dat je in eerste instantie eigenlijk denkt. Ja. Dat is wel echt heel grappig. Nou, dit is Bonnie. Dat is onze chauffeur van vanavond. Hoi, Florien. Hoi. Hi, hi. Het is heel erg druk, hè? Ja, ja, dus we gaan doorkomen. Ja, ik heb er helemaal zin in. Heel veel meldingen gekregen. Weten jullie al waar jullie naartoe? Hoe gaat dat? Ja, nou, ik heb vanochtend ook de nachtdienst nog gedaan. Oh, je hebt ook nachtdiensten? Ja, wow, het is gewoon echt een soort ja, hulpdienst, maar dan voor dieren. Ja. Wat grappig. Ja, we werken ook heel veel samen met GGD, brandweer, politie. Ook nog. En vaak zijn we ook als eerste te plaatsen. Dus we hebben ook een AED en een menselijke EHBO pas bij ons. Omdat ze vaak toch als eerste hulp te plaatsen kunnen geven. Oh. Ja. Wow. Ja, echt heel cool. Dat is echt wow. Dat wist ik niet. We hebben ook zuurstof aan boord. Oh shit. Ja. Dus als iemand, als ik straks overhit ben, dan kan je me redden. Absoluut. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Iedereen heeft zijn hondjes mee. Kijk hoe cute. Oh mijn god. Kim, mijn camera. Kim, eens kijken. Hi. Hi. Oh, lekker ding. Zo cute. Hij is moe zitten. Superleuk, iedereen heeft dus zijn honden mee. Hij is schatjes, hij is schatjes. Ja. Maar jij vertelde van 24 uur diensten, toch? Dus ja, dat iedereen dus ook slaapt hier. Ja. Ja. Kom eens kijken. Ja, laten we even een rondleiding geven. Hondjes hier. Binnen. Ja. Ja. Even kijken of er iemand is. Nee, kijk. We hebben twee van deze slaapkamers. En nou, de telefoon staat hier ja, in de verbinding met de meldkamer. Ja, ik heb dus een 24 uur dienst meegedraaid met de brandweer. Dus ik weet, dus het is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. Wij werken hetzelfde. Oh, dus twee, en dan heb je bij de meldkamer nog een kleine slaapkamer waar de centralist dan slaapt. Oh, hier ja. Slapen de chauffeurs en de dierhulpverleners. Oh, wat grappig. Het ziet er echt bijna hetzelfde uit. Ja. Ja, weet je, al die hulpverleningsorganisaties ja, die 24 uur per dag werken. Want dan heb je dan twee verschillende soorten diensten. Dus 24 uur en dan gewoon van 21:30 tot 6:00? Of is het altijd 24 uur? We hebben overdag diensten, we ja, hebben een avonddienst en we hebben een nachtdienst. Wow, ze hebben een boot. Wat cool. Laatst was er bijvoorbeeld een olielek in de haven. Oh. En we hebben een rampenteam. En die gaan ja, dan met de boot het water in en... Die hebben een aantal zwanen gered die oh, helemaal cool, onder de olie zitten. Ja, die onder de olie zitten, ja, ja. En dan hebben we nog een heel klein bootje voor als we op een meer zitten of oh, zo. Oh, ik zie het, wat grappig. Die kan gewoon in het ambu. En cool, deze komt echt met een trailer. Ja, ja, dat is, ja. En ook een uitvaartcentrum. We werken samen met de Duk hier in Amsterdam. Ja. En hierachter wat is, mooi, is de koeling. Maar hier kunnen mensen afscheid nemen van hun dier. En bij, als een dier oh, ernstig ja, gewond is, dan is er ook een speciaal team hier ja, die de dieren gewoon weer ja, toonbaar maakt. Oh, dat de mensen okay, afscheid kunnen nemen. En hoe noem je zo iemand die dat dan doet? Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar wij hebben een hechtteam. Een hechtteam? Een hechtteam, ja. En die doet dat? Die, ja, die doen verzorgt dat, die dieren zodat ja, ze een beetje aantoonbaar ja, hier precies, kunnen liggen? De wat mooi. Oogjes, als de oog eruit is gevallen of zo, lijmen ze de oogjes ja, dicht, ja, dat een dier ja, weer vredig bij ja, ligt. Wauw. En dat ze afscheid kunnen nemen. Wat mooi. Ja. Ja, want hoe gaat dit normaal? Gewoon qua meldingen? Want nu gaan we dus naar meldingen die jullie al hebben gehad. Ja. Via de meldkamer krijgen we dan meldingen binnen. Mm-hmm. En die zet ik dan door naar de ambulances en dan proberen ze zoveel mogelijk in één bepaald gebied te houden. Ja. Maar dit zijn geen spoedmeldingen. Dit zijn meldingen nee, waar we gewoon een soort van afspraken eigenlijk waar we langs moeten. Dat kan je het zien. Nou, dit is meer omdat iemand dan heeft gezien dat er een gans nu dus is met die verwond is aan zijn vleugel. Dus moeten we even kijken wat daar aan de hand is en even snel vangen. Oh, oké. Ja. Een ander is een gewonde duif. De ander is een gewonde kraai. En eentje is een overleden kat die we moeten ophalen. Oh ja, dat vertelde je al, ja. Ja. Ja, het kan zo zijn dat er in één keer een spoedje tussendoor ja, komt. Dan hoor je in één keer AD2 of AD3. AD2, AD3.
Ja, wij zijn nu AD2, dus als je hoort AD2, moeten wij meteen reageren. Dan zijn gewoon wij dat, ja. Oké. En ben je dan echt de hele dag bezig? Zijn er ook uren dat je gewoon niks te doen hebt? In de zomer zijn we eigenlijk altijd wel bezig. In de winter is het wat rustiger. Ja. Ja, we gaan het naar een gewonde gans, toch? Ja. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Is dat een kalkoen? Dan toch. Blijkbaar een lampje en als je het indrukt dan gaat de zwaailicht aan. Ja. Heb je dan ook nog geluid? Nee. Oh. Geluid mogen we niet voeren, maar zwaailicht, zwaailicht wel. Ik heb dat dus nog nooit gezien, dierenambulance die zijn zwaailicht aan had. Ja. Ja. Wat ook wel even belangrijk is om te melden voor jullie kijkers, is dat als je een dierenambulance ziet, dat je dan dus ook wel er eigenlijk van bewust bent. Dat je niet zomaar achteruit gaat rijden. Nou, niet zomaar achteruit gaat rijden. Dat je ook doorrijdt. Come on. Oh, ze staan daar ook allemaal vast. Dat erg. Ja, hij staat er aan. Maar dat je dus ook van bewust bent dat dat ook spoed is. En zeker als de zwaailichten aanstaan, dat je gewoon aan de kant moet. Maar goed, dat is als de zwaailichten aanstaan dat je het gewoon moet behandelen als een hulpdienst eigenlijk. En eigenlijk ook als ze niet de zwaailichten aanstaan. Die moet gewoon doorrijden. Ja. Juist, ja, respect voor de ambu. Ja, ja, respect voor de ambu, of het nou een dierenambu is of een normale ambu. Oké, we zijn dus aangekomen bij de dierenarts. We gaan hem dus hier bij de voorkant zetten en dan bellen ze even aan om te vertellen hoe of wat. En dan komt de dierenarts naar buiten om de gans een prikje te geven. We gaan dus nu kijken bij een duif. We weten dus niet wat ermee is, dus dat gaan we ontdekken. Ja, hij is broodmager. Ja, een beetje voeden. Of voor in de soep, één van de drie. Nee, we gaan hem gewoon voeden. Hij heeft hier wel een oude verwonding aan zijn vleugel. Ja. Oude breuk, zo te zien. Nou, zijn pet doet het ook nog goed. Oeh. Gevonden hoor. Nou, je ziet dat zijn tongetje dus echt extreem wit is. Dat betekent dat hij in shock is. Is dit lekker? Ja, dit vind je lekker, hè? Wil je nog een beetje? Hij schrikt er niet weg. Hey. Kom eens, laten zien. Wat doe jij? Wat doe jij? Kom eens. Wat doe jij? Kom maar. Nou, jongens, we hebben dus een melding gekregen van een overleden kat. Die moet hier langs de weg liggen. Dus we gaan even kijken waar die precies ligt en of we hem kunnen vinden. Uiteraard ga ik dit niet filmen. Ik film wat mag en kan. Maar we gaan eens even een rondje lopen op de rotonde. En even kijken waar die precies ligt. En Chip Gie ermee, want die hebben ze ook altijd mee. Zodat ze dus altijd chips kunnen lezen van dieren. En dat, die ziet er zo uit. Oh. Ja, top. Oh, oké. Okay. Die chip reader ziet er zo uit en dan, nou ja, we zullen straks wel laten zien hoe het werkt. Als we hem kunnen vinden. Ja, of we hem kunnen vinden. Dat is ook nog een dingetje. Ja, dat is, maar het is gewoon een melding van iemand die zegt, joh, mijn kat is overreden of er is een kat overreden. Er is een kat overreden. Oh. Ben je toch een mevrouw? Ja man, hoor je erop? Zwaai even dan. Ja toch, AK-bestratingen. De beste stratenmaker van Amsterdam. Ja toch. Hé hey, dames. Echt een redder. Jullie ook, hè. Ik ga stuk op deze man. Wel grappig dat we dan eigenlijk iets heel serieus aan het doen zijn. En dan wel deze guy die er dan doorheen komt. Ja jongens, we zijn dus even aan het kijken of aan het zoeken naar, wat zei je? Ik weet het wel, maar meestal als we hier ergens iets ligt en mensen zien ons, dan roepen ze ons echt wel. Ja, nou goed. Iemand heeft dus niet heel duidelijk die locatie doorgegeven, dus we zijn nu een beetje soort van aan het zoeken naar hoe of wat. Dus als je een melding maakt, jongens,
probeer er een foto bij te zetten of een duidelijke locatie. Want nu zijn we dus een soort van aan het zoeken en misschien zoeken we wel heel verkeerd. Oh, we hebben hem gevonden. Nou jongens, we hebben ook wat gevonden en het ziet er echt heel snel uit. Hij ziet er wel goed verzorgd uit en hij heeft een chipnummer. Dus we gaan de kat nu eerst naar de ambulance brengen en dan in de ambulance weg. En ik denk dat we daarna dan naar de eigenaar gaan. Of ja, ik weet eigenlijk niet hoe we dat gaan doen. Ik zal zo wel even een update geven, maar ja, dit doet echt pijn aan mijn hart. Want ik hou zelf natuurlijk enorm van Antoine. Die wordt natuurlijk al, die is natuurlijk al best wel oud. Ik zou er niet aan moeten denken dat Antoine naast de weg ligt en dat iemand... Dat, ja, gewoon, daar zou ik niet aan moeten denken. Dus dat is gewoon heel erg kut. Maar nou goed, de kat ligt, ja, ik kan het wel filmen, maar leuk is het niet om te zien. Het ligt gewoon een dood katje. En die is wel een beetje verhard. Ja, dat gebeurt natuurlijk met alle lichamen. Dus nu zijn we even aan het kijken of we de eigenaar kunnen achterhalen. En rijden we er dan meteen nu door naartoe? Als de eigenaar thuis zijn wel. Oké. Zo sad. Oké, we zijn dus net bij de overleden kat geweest. Of bij degene van wie de kat was. Die hebben gebeld, want die sprak best wel gebrek in Nederland. Maar daar zijn we langs geweest. Ze wilde hem eerst niet zien, maar nu uiteindelijk wel. En nou, het was echt heel zielig. Dus, maar goed. De kat wordt begraven uiteindelijk. Nu nemen we hem nu mee en dan wordt hij begraven. En nu zijn we bij een zwaan. Oh shit, ook overleden kat. Oké, dan ga ik lekker stoppen met vloggen en dan zie ik jullie straks. Nou, we gaan de... Waar zijn we? Oh ja, bij de tweede overleden kat. Die was gewoon ingeslapen, dus dat was gewoon... En die lag er ook mooi bij. En nu gaan we de duif wegbrengen bij... Wat is het soort duifopvang? Of een opvang? Nee, dit is toevlucht. Oh, dit is toevlucht. Vogels en kleine zoogdieren. Vogels en kleine zoogdieren. En ze willen niet dat ze filmen, dus... We zien jullie straks. We gaan nu naar een halsbandparkiet. En die schreeuwen heel erg. En zijn ook fel of zo, ja. I don't know. Ja, ze bijt heel erg. Oh, ze bijt heel erg. Dus dat wordt lachen. Maar je vleermuis, die... Oh, dat is sowieso. Ja, dat is goed. Ja, precies. Als ze willen je een walvis gaan pakken. Kleine dikke maken. Ja, pas op hoor. Er heeft al iemand leesgenoten mee. Ja, ze heeft gestoken. Ja, zeker inderdaad. Ach, mijn vrouw die heeft er ook hier. Heeft wel uit het net. Heb je het kopje? Zit hier vast. Ja, dat moet weggesneden worden. Weg. Moet je een... Nou, wij gaan even naar de ambu. Daar hebben we allemaal gereedschap. En dan knippen we dat even los. Ja, okay. Dat zit echt vast hier. Ja. Ja, ja, lieverd. Ja, we snappen het. Ja. We snappen het. Ja. Nou ja, nou, hey, dankjewel. Succes. Ja, mee, dankjewel. Hè. En bedankt voor het bellen, hoor. Ja. Doeg. Oh, jullie hadden... Helemaal gelijk over het geluid. Ja, lieverd, ik snap het. Ja. Het is waarschijnlijk van zo net dat mensen op hun balkonnen hangen. Zodat degene, dat die katten niet buiten kunnen, toch? Of zo? Ja, of duiven of. We hebben ook zo vaak overleden vogels die verstikt zijn erin. Nou jongens, we zijn ondertussen al een tijdje verder. We hebben die dode kat hadden we opgehaald, of overleden kat. En we hebben wat vogeltjes teruggebracht en nu halen we een overleden gans op. In een vuilniszak. Oké, wat dus de situatie is. Er ligt dus iemand dood in de woning. Een lijk. En wat de doodsoorzaak daarvan is, ja, I don't know. Maar diegene heeft dus ook een huisdier, een kat. En die gaan zij dus nu vangen. En we hebben gewoon even afgesproken dat ik gewoon hier even beneden blijf. Kijk, dat er een lijk ligt, dat boeit mij niet zoveel. Dat is, daar zou ik wel tegen kunnen. Maar meer ook voor de kat. Misschien is hij wel helemaal van slag. Dus zij gaan even met steun naar binnen om te kijken of ze die kat kunnen vangen. En
Ja, nou ja, dat is dus ook wat bij de dierenambulance hoort. Kijk, je denkt natuurlijk altijd dat ze een melding krijgen van een kat of iets. Lijkenwagen komt er nu net aanrijden. Je denkt dus altijd dat ze alleen maar voor dieren in nood komen. Maar dit soort situaties kunnen zich natuurlijk ook voordoen. Dat mensen dus overlijden en er dus nog huisdieren in de woning zijn. Ja, die moeten ook gewoon opgehaald worden. En zeker met deze hitte. Dus het is wel een spoedje, ons eerste spoedje. En het is nu 4:50. Dus het is, de shift zit er bijna op. We moeten straks nog weer een overleden kat ophalen. Volgens mij is dat de vierde. En nog een gevonden kat. En nou goed, ik wacht even af tot ze terug zijn. Nou, we zijn gearriveerd bij de DOA. Dat is een dierenkliniek in Amsterdam. En daar gaan de katjes nu naartoe. Er is één gevonden katje, die hebben we dus opgehaald. En één kat van die overleden man of vrouw. Dus die worden nu hier gebracht. En volgens mij moeten we dan nog overleden dieren wegbrengen. I don't know. Maar die worden dus nu hier bij de DOA gebracht. Nou, we zijn bijna klaar. Ik vond het wel een heftige dag hoor. En ik vind het ook zo interessant ook om te zien dat dierenambulance zoveel meer is dan wat je denkt. Dus bellen voor een dierennood. Het is ook dieren ophalen als die overleden zijn bij mensen. Als mensen zelf overleden zijn en dat daar dieren zitten. Het is zo gigantisch breed, het is niet normaal. Het is zo'n mooi werk, het is heftig werk. Wel veelzijdig werk en heel, heel dankbaar werk. En wat ik ook wel heftig vond is dat toen bij die overleden persoon, zij zien dat gewoon. Zij moeten dan gewoon die woning binnen voor die kat of voor die hond. In dit geval die kat. En ik hoorde gewoon dat die persoon daar lag en gewoon niet afgedekt. En ik weet niet hoe dat zit. Er zal alle reden voor zijn. Maar dat is ook wat de dierenambulance zit. En dat vind ik dan wel dat ik denk, wow. Het is echt veel meer dan dat iedereen of wij of ik in ieder geval dacht. En dat maakt dat ik nog meer respect heb voor de dierenambulance. Had ik sowieso natuurlijk al, maar goed. En nou ja, wees je er dus van bewust, dus als de zwaailichten aanstaan, dat je ze aan de kant moet. Maar ook gewoon als je ze normaal ziet rijden. Er zitten gewoon dieren in. Dus zorg gewoon dat je een beetje uitkijkt waar je rijdt. En wat ook nog zo is, en dat ik al aan het begin van de vlog vertelde, ze zoeken echt enorm veel vrijwilligers. Sowieso deze vestiging in Amsterdam, maar ik denk eigenlijk iedereen. Dus mocht je nou vrijwilliger worden, mocht je nou denken, joh, dit lijkt mij super leuk. Dit wil ik wel één dag in de week doen of een paar uurtjes. Nou goed, een shift. Het zijn ook shifts, ochtends, 's middags of ochtends en tot 's ochtends dan tot 2 volgens mij. En dan 's middags tot een beetje avond en dan nacht. Mocht je dat nou leuk vinden, meld je dan vooral aan. Laat het weten via de dierenambulance of dierenambulance Amsterdam als je een specifiek wil. Want ze komen echt handen tekort. Ik heb het natuurlijk ervaren en het is echt mega veelzijdig. Het zijn heftige dingen, maar het zijn ook hele leuke en hele mooie dingen. Dus mocht je er nou geïnteresseerd in zijn, www.dierenambulance.nl en dan kom je vanzelf verder. Nee, dus het was, ja, ik vond het heel erg leuk. Dus nou goed, ik zie jullie straks als ik afsluit. Nou jongens, ik hoop dat jullie me een beetje goed kunnen zien. De dag zit erop. Ik sta alweer bij mijn autootje om lekker eten wat ik heb besteld op te halen. Lekker Indo, lekker toko. En daarna ga ik lekker naar huis, want morgen gewoon weer werken. Wauw, wat een dag weer. Echt, het is weer zo'n gast, weer zo'n vlog dat ik me pas thuis ga beseffen hoe cool het was. Ik heb zoveel shit meegemaakt. Het is ook zo voorbij gevlogen van 9:30 tot 6:00. Dat is echt wel lang. We hebben echt dode dieren gezien, dode dieren meegemaakt. Overleden personen, maar ook wilde dieren. Vogelpest zelfs. Dus echt mega heftig. Ik ben echt heel benieuwd hoe de vlog wordt. Volgens mij wordt het super leuk. Ik ben kapot. En dat is gewoon meer ook omdat ik gewoon natuurlijk, het is heet. Het was echt een mega leuke dag. Ik wil Elisa Jecht mega erg bedanken. Ik wil Cas bedanken. Ik wil sowieso de dierenambulance Amsterdam heel erg bedanken dat ik mee mocht draaien. En dat het een super leuke dag was. Ik mocht ze alles vragen. Het was echt heel cool. Als je het nou een leuke vlog vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En als je nou een idee hebt met wie of wat ik de volgende keer moet meelopen, laat het dan vooral even weten in de comments. En ik denk dat we dit sowieso nog een keer opnieuw gaan doen. Anders draai ik nog een nachtdienst mee. Dat is ook cool, dat hebben ze dus ook. En dan zie ik jullie volgende week.